De dagen voordat die 10e mei uitbrak, zag je dat een grote mensen dat ze zorgen hadden. Ze waren bedrukt. Ze vertelden ons niks, maar ergens voelde je je onrustig. En je voelde dat de grote mensen ook onrustig waren. Ja, en dan komt op die 10e mei, we hoeven niet naar school. Er wordt ons ook nog niks verteld. We begrijpen wel dat er iets heel ergs aan de hand is. En het lijkt erop dat het oorlog is. Maar ja, wat moeten wij nou als kind van 8 jaar, wat moet ik me bij oorlog voorstellen? Had ik toch helemaal geen begrip van. Wij kenden natuurlijk ook nog geen televisie of iets dergelijks. Dus we hadden ook nog nooit een film gezien. Dus we hadden ook geen idee wat nou oorlog inhield. Ik heb vader ook horen zeggen, onder zo'n regime wil ik mijn kinderen niet grootbrengen. Nou ja, daar komt er geleidelijk aan. Hij moet belasting betalen aan die bezetter. Dat wil hij niet. Hij wil wel aan de Nederlandse overheid zijn belasting gaan betalen, maar niet aan die bezetter. Hè? En hij wil zijn koper niet inleveren. En hij wil zijn radio niet inleveren. Kijk, je ziet dat vader dus stap voor stap dat verzet eigenlijk inrolt. En dan komen de mensen in de problemen. Dan ga je mensen helpen die in de problemen komen. Ja, en zo rolt dat steeds verder. Ik heb altijd heel veel gehad aan het gedicht van Remco Campert. Het verzet begon niet met grote woorden, maar met kleine daden. Nou, in het begin heb ik nog niet zo heel erg in de gaten. Pas later. Dan zit vader elke dag in de trein. Die haalt Joden uit grote steden en die laat ze in Drenthe onderbrengen. Er komen natuurlijk ook heel veel Joden bij ons in huis. En die moeten dan weer weggebracht worden. En kijk, en daar komt mijn inzet dan, want dat kon ik dan wel doen. Hè? Niet elke Jood, maar toch wel heel veel heb ik naar hun onderduikadres moeten brengen. Je deed dat gewoon. Ik heb ook niet de ernst daarvan ingegaan. Ook niet toen ik later bonkaarten moest gaan rondbrengen of zo. Vader zei natuurlijk nooit tegen ons van, ik ga een overval plegen. Dat voelt u wel, dat werd natuurlijk nooit gezegd. Dus als er iets moest gaan gebeuren, werd het allemaal stiekem gedaan en dat niemand er, dat zo min mogelijk mensen het wisten. Aan de huiskamer was een bedstee en doordat er natuurlijk altijd veel slapers bij ons waren, werd die bedstee weer in ere hersteld. En toen moest ik die avond voor mijn verjaardag in de bedstee slapen. En die grensde aan de huiskamer. En toen hoorde ik moeder tegen vader zeggen, nou is Hilda morgen jarig, ik heb nog helemaal geen cadeautje voor haar. Och, zei vader, ik haal nog wel even wat voor haar. En toen gaat vader naar bij ons, heb je zo'n dorpswinkeltje, en die kwam met dat serviesje terug. Toen zei moeder tegen vader, maar man, hoe kun je toch zo'n duur cadeau kopen? Je weet hoe moeilijk we het hebben. Toen zei vader, ik vraag zoveel aan dat kind, ik wil haar wat moois geven. En toen kreeg ik dat serviesje de volgende dag. Dat was zo ontroerend. Dat wat ik die avond ervoor had gehoord en dat cadeau daarbij. En er kwam ook helemaal geen tijd meer eigenlijk om daar nog mee te spelen. Dus vandaar dat het eigenlijk ook heel gebleven is. Het heeft dus eigenlijk alles overleefd. Maar het is net of het nou voor iedereen ook een herinnering is aan vader. Vader was dus in juli 43 door verraad opgepakt toen een Jood op een adres bracht. Toen heeft een politieagent hem op een hele wonderbaarlijke manier bevrijd. Maar hij kon toen niet meer terug naar de boerderij. Maar ook het hele gezin moest daarop onderduiken. Want ze waren bang dat ze ons als gijzelaar zouden kunnen nemen voor vader. Dus dat was de reden dat we moesten onderduiken. Nou, ik heb ongeveer op acht adres ben ik ongeveer geweest. Bij hele lieve mensen. Maar ja, omdat het altijd mensen waren die in het verzet zaten, was het niet altijd rustig daar en kon er soms een huiszoeking verwacht worden of er waren andere omstandigheden waardoor ik weer verkassen moest. Je bent natuurlijk altijd bij vreemden in huis, dus je bent nooit jezelf helemaal. Dus je houdt je bent wat ingehouden, je bent ontzettend blij. Maar je weet ook dat vader niet meer terugkomt. Dus het is natuurlijk wel gelaten. En ik wist natuurlijk ook nog dat moeder een kindje moest krijgen. Uitbundig ben ik niet geweest. Ik was wel heel blij met die bevrijding. Ontzettend blij. Maar ik moest het eerst nog zien dat het echt waar was. Zoiets had ik ook in me.
Je hebt natuurlijk een bepaalde zelfstandigheid gekregen. Hè? En je hebt geleerd om je eigen bondjes te doppen, om je eigen verdienstelijk te maken ook. Want in die onderduikadressen, daar ben ik echt heel verdienstelijk geweest voor mijn leeftijd. Dat één adres, ik weet niet hoeveel kousen gestopt. Je voelt natuurlijk best dat je daar schade in hebt opgelopen. En dan bedoel ik meer schade, dat je gauw angstig bent over iets wat vuurwerk, daar kan ik weet niet hoeveel schrikken. Dan weet ik dat die komt. Die knal. Ik zal met de auto zelf niet naar Duitsland rijden. Als ik daar zo'n Duitse uniform zie, met zo'n Duitse taal, dan wil ik wegkruipen. Ik vind elk monument belangrijk. En ik wil ook niet zeggen dat monument is lelijk en dat monument is mooi. Ik vind elk monument in elke dorp en plaats waar ik kom, vind ik belangrijk. Om te herdenken wat is geweest, maar ook om te realiseren van hoe fijn of het is om in een vrij land te leven.